in de inspiratiekast tijdens het 10-jarig bestaan van het Genootschap voor Eventmanagers. Joop van den Ende, de biografie. En die hoort bij Pieter Bas. Pieter Bas. Ja, hallo. Vertel eens, wat voor inspiratie haal je eruit? Ik ben ooit enthousiast geworden voor dit vak toen ik 16 was. Toen zat ik in de feestcommissie van mijn middelbare school. En toen had ik een feest georganiseerd met Ad Visser, Avro's Top Show. En ik dacht van nou, dit wil ik de rest van mijn leven gaan doen. Maar mijn vader zei van ja, een verzekeringsman, ik wil dat je graag nog iets gaat studeren om echt een serieus vak te leren. Dus toen ben ik een serieus vak gaan studeren, maar ook daar organiseerde ik alles. En had ik bedacht, nou, ik wil gewoon per se in dit vak. En mijn eerste sollicitatie was bij Joop van den Ende, bij zijn bedrijf. Als wat? Als marketingdirecteur. Maar ik was natuurlijk veel te jong, ik had geen ervaring. En ik werd afgewezen. Het was mijn eerste sollicitatie. Mijn tweede sollicitatie was bij Janine de Chêne. En toen ben ik in het vak gerold. Maar Joop van den Ende symboliseert voor mij wel enorme ondernemerschap. Lef hebben, passie. Ik vind het echt knap wat die man neergezet heeft. Dus mooie inspiratie. Ja.